De 13-jarige Teun uit Nijmegen leert senioren met computers en telefoons te werken. Ouderen vinden het vaak moeilijk om met de toenemende digitalisering om te gaan. En Teun vindt het leuk om hier een centje mee bij te verdienen. Ja, met gewoon kleine problemen met de telefoon of tablet of zo. En ja, dingen als een foto doorsturen of dat de computer niet aangaat of dat er een... ja. Dat soort dingen. Dat doe ik vanuit school. Ja, want ik vind het gewoon leuk. En het is sowieso een hobby voor mij om met elektronica bezig te zijn. Dus toen heb ik er dit van gemaakt. Omdat ik sowieso ook wel leuk vind om met ouderen te werken. Teun weet veel over technologie omdat hij zelf computerfanaat is. Zijn kennis komt vanuit zijn liefde voor spelletjes spelen en coderen. Nou, dat, gewoon door interesse. Dus ik ben dan begonnen met Minecraft of zo. En dat... daar dan wat verder mee gegaan en steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Omdat ik dan gewoon steeds op een probleem stuitte, dat probleem dan oploste, maar dan weer op een nieuw probleem kwam. En dat, ja, ik heb vooral van internet gevonden. Nou, ik ben naar de Coder Dojo gegaan een paar keer. En daar kun je beginnen met coderen, makkelijk instapding. Als ik het gym heb afgemaakt, zou ik wel een eigen bedrijf weer willen hebben. En ja, ook weer iets als dit. Teuns klanten stellen zijn hulp erg op prijs. Al kan het voor senioren soms een beetje moeilijk zijn om hem bij te houden, leren ze er toch veel van. De 93-jarige klant Corrie Vermaat vindt het bezoek vooral erg leuk. Oh, dat is leuk. Ja, ja, best leuk even. Ja, ja. Ik vond het wel een leuk idee even. Ik zal het nou kijken om dus een paar keer gewoon zelf doen, maar ik weet het nou wel, denk ik.